de zorgcoöperatie in Putten hier naar de bouwplaats. Waar de uitbreiding van de Jumbo wordt gerealiseerd aan de Raadhuisstraat. En we zijn bij de firma De Nijs. En we hebben een helm, want we komen in een bouwterrein komen terecht. En dat betekent dat die helm nu opgaat. En ik zou aan Hans de Waal, onze wethouder bouwen, willen vragen van waarom deze locatie? Nou, deze locatie omdat vanuit mijn portefeuille er natuurlijk ook activiteiten zijn. En die gaan vooralsnog gewoon door. Heel veel winkels en bedrijven zijn dicht. Maar hier in de bouw, hier gaan ze gewoon door. Weliswaar met inachtneming van de anderhalve meter. Maar wat merken jullie nou van de corona-ellende? Nou, tot nu toe hebben we niet zo heel veel mensen hier rondlopen, dus we kunnen redelijk de anderhalve meter handhaven. Binnen de keten hebben we verschillende maatregelen getroffen om duidelijk te maken wat wel en wat niet mag. En verder, ja, is gewoon goed handen wassen. Ons uitvoerder Peter die maakt onder andere elke morgen alles goed schoon. Toilet, deurklinken, noem maar op. En dat zijn zo'n beetje de dingen die wij tot nu toe hebben. En de materialen, de aanlevering van materialen, is daar nog iets over te zeggen? Tot nu toe gaat het nog goed. Maar er zijn een paar dingetjes waar ik tegenaan ga lopen. En dat is onder andere de levering van de lift. Dat komt uit Spanje. Dat wordt een hele lastige. Hier aan de onderkant uitbreiding van de supermarkt. Waar hier in de hoek nog een traphuis komt met een lift. En daarboven hebben we de onderste laag is 5 appartementen. De bovenste laag 3. Dus in totaal 8. Zullen we even binnenkijken? De vlek van waardering, de kleine blijkt voor de grote waardering. Ook voor de mensen die hier op de bouw gewoon doorwerken. In acht neemt alle regeltjes van corona. Het blik is voor jullie met de waardering van de gemeente Hoensdijk. Dankjewel. Peter, we zijn hier nou te gast geweest. Bedankt voor de gastvrijheid. En aan wie wil jij het stokje overdragen? Dan krijg je een zorgende uitvaart.